begint te lopen bij Ajax. 19e minuut. Muren, Van Basten, hij weer. En Hiele weer. En Van Basten, hij werd vastgehouden. Maar Van Ettenkoven liet de voordeelregel gelden. En zo ging de kans verloren. Muren die Van Basten aanspeelt tussen twee tegenstanders. En Nielsen houdt hem duidelijk vast. De bal rolt naast en Van Ettenkoven, hij doet niets. Even is hij vrij. Even is hij weg van de linkerkant. Geen buitenspel voor Simon Tahamata, vindt de grensrechter. Menzo zoals Cruijff dat wil. Kans voor Simon Tahamata, een van de betere voor Feyenoord tot nu toe. Vanenburg. Vanenburg. Gerald Vanenburg. Vierde minuut, tweede helft. Het is een vierde treffer dit seizoen en ongetwijfeld tot nu toe de belangrijkste. Weggestuurd door Johnny van het Schip. Vanenburg en nu is hier kansloos. Siloy, afgetroefd door Been, die geblesseerd achterblijft. Tahamata, weggestuurd door Eriksen, ingreep Spelbos, hoekschop. Inworp van Johnny van Schip, vlak voor het oog van de meester Cruijff. En weer een uitbraak van Gerald Vanenburg. Aangetikt door Duut. Belandt de bal bij Hielen. En dan moet Mario Been er toch uit na die blessurebehandeling. Na die aanraking met Sonny Siloy. En Jan Seurensen zal in zijn plaats de laatste 35 minuten volmaken. En Cruijff, hij ziet er rustig uit. Vrije trap Feyenoord van Jan Seurensen, de invaller. En een moeilijke redding, maar een goede ook van Menzo. Eerste goede actie van Seurensen sinds hij voor Been is ingevallen. Hoekschop van Wijnstekers volgt. Duut is weer mee en komt in. Het is gelijk. Weer is het Henk Duut die zoveel belangrijke doelpunten voor Feyenoord maakt. Die zijn lengte te gelden maakt bij de hoekschop van Wijnstekers vanaf de rechterkant. 14 minuten, tweede helft. Duut kopt en het is 1-1. Geen buitenspel van Jan Seurensen, vindt de grensrechter. Seurensen! ...39e minuut, tweede helft. En Jan Seurensen, de man op wie bij Feyenoord zoveel kritiek geweest is, gaat door. Buitenspel of niet is moeilijk te zien uit deze hoek. Seurensen rondt het in ieder geval goed af. En het is 1-2.